Ik had nooit gedacht toen ik het begon dat het zo knijpend is eigenlijk hoeveel mensen er op straat worden gezet. Het Droombankje is een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen. Oprichter Angelique van den Berg runt al 6 locaties in Arnhem en op 1 oktober komt er ook 1 in Nijmegen. Er is al veel opvang in Nijmegen, maar nog niet op de Droombankje manier. Jullie hebben heel veel qua opvang. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik sta er echt van te kijken wat Nijmegen allemaal al heeft. Maar onze visie is het hele huiselijke. Bijna nou niet familiaire, maar wel vanuit liefde heel erg de hele dag erbij zijn bij mensen als het moet. En vanuit daar de vraag kunnen stellen als het niet goed met ze gaat. En als je in zo'n huis elke keer 24/7 bij elkaar bent, hoor je altijd signalen als het met iemand niet goed gaat. En kan je direct daar actie op ondernemen. En ik denk dat dat de kracht van de Droombank is. Het huis is bedoeld voor mensen zonder verslaving of zware psychische problemen. Bij dak- en thuislozen zitten steeds meer ouderen. Ja, dat is een groot groeiende groep, hè? Oudere mensen. In Arnhem had ik op een bepaald moment 5 mensen van boven de 70. Dus daar heb ik een traplift moeten laten maken omdat ze zo slecht ter been waren. En ja, dat is heel veel pijn. Ik had nooit gedacht toen ik het begon dat het zo knijpend is eigenlijk hoeveel mensen er op straat worden gezet. Of mensen die hun kind zeg maar vertrouwen in het betalen van de huur. En als dat kind dan dat niet goed doet, wordt moeder op straat gezet met 72. Terwijl zij haar kind gewoon vertrouwd heeft. Dus het zijn hele schrijnende zaken waarvan ja, ik niet had gehoopt dat het zou bestaan in Nederland. Maar het bestaat wel. En ja, daar willen wij een mooie opvang voor bieden. Ook hier in Nijmegen. Het voormalige kantoorpand aan de Curaçaoweg is afgelopen maanden helemaal verbouwd. Er zijn in totaal 17 kamers waar 18 mensen kunnen wonen. Vol trots laat Angelique het pand zien. Dit wordt een van de slaapkamers. Nou, woonzet slaapkamers, zo moet je het zien. Wordt helemaal gemeubileerd voor de mensen. Dit zijn 2 douches aan deze kant en 2 douches aan de achterkant. Die zijn echt gemaakt voor de bewoners, want het was natuurlijk een kantoorpand. Ja, ik heb nog nooit zo'n groot in één keer ook iets gehad met zoveel tegelijk. Ja, het wordt wel heel mooi, hè? Het wordt wel heel mooi, ja. Daar gaan we wel voor, toch? Nou, deze kamer is niet af, hè? Maar hier staat alles een beetje. Een bed staat er, maar het moet natuurlijk nog helemaal worden aangekleed. Want je hoort, het hoort hol, er komen mooie gordijnen te hangen, er komt kunst aan de muur, er komt de sprei, er komt de stoel, er komen planten. Het wordt gewoon echt een warme kamer. Het aantal dak- en thuislozen in Nederland neemt toe. En dat heeft niet alleen met woningnood te maken. Stel je voor, jij hebt een baan en je krijgt in één keer minder geld, zoals met die ZZP'ers. Dan kan je 1 maand juni betalen, dan kan je 1 maand misschien nog wel overbruggen met een beetje spaargeld. De 2e maand gaat dat al niet en de 3e maand is een soort domino. Als er 1 valt, valt de ander. Je probeert te lijmen met elkaar en dat lukt niet meer. En op het laatst maken ze die brieven niet meer open, ze doen de deur niet meer open. En hebben ze zoiets, oké, struisvogel, het bestaat niet, het gaat vanzelf al over. Bij Droombankje mag je in principe niet langer dan 6 maanden wonen, maar dat lukt niet altijd. En als het niet lukt, hè, dan moet je echt denken, mensen moeten onder bewind, als ze heel veel schulden hebben, we willen wel een duurzame uitstroom. Dus mensen moeten nooit meer terugkomen. Hè. Als je eenmaal weg mag je altijd terugkomen voor koffie en gezelligheid, maar niet omdat je weer opnieuw in de problemen bent gekomen. Dat is wel heel belangrijk. Dus we proberen alle problematiek aan te pakken op die manier dat als jij zelfstandig woont, dat je dat aan kan.